Lekker bakje koffie om deze video mee te beginnen. Hi, mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Andere setup, hoe bedoel je? Wat? We gaan het hier even hebben over mijn 2015. Of eigenlijk, ik ga het er eventjes over hebben. En jij hebt het maar mee te doen. En je moet maar op je stoel zitten en gewoon je bakken zouden. Laat mij maar het woord doen dan, hè. 2015 voor mij was een leerzaam jaar. Ik weet dan nog wel dat ik 2014 als een geweldig jaar had neergezet. 2015 zou ik kunnen zeggen, het is een leerzaam jaar geweest. Waarom een leerzaam jaar en waarom geen geweldig jaar? Nou, ik ben over mezelf heb ik veel dingen geleerd. Omdat ik ook uiteindelijk meer mogelijkheden had om te doen. En daardoor heb ik dus ook mezelf wat aangeleerd. En heb ik dus mezelf ook wat meer leren kennen. Ja, maar hoe kun je jezelf nou weer niet kennen na 25 jaar? Daar kom je wel achter als je ouder bent. Nou, in het begin van 2015 stond ons abonneergetalletje op zo'n 150.000 abonnees. Dat hebben wij nu vrijwel doorgegroeid naar 300.000 abonnees extra. Wat natuurlijk een... Ik krijg geen traantje in mijn ogen, ik had nog wat slaap in mijn ogen hoor. Wat natuurlijk een waanzinnige mijlpaal is. Gewoon in een jaar tijd 300.000 mensen die gewoon even op een knopje drukken. Dat is... I don't know. Het is lastig om te zien wat nou daadwerkelijk zoveel mensen zijn. En daar kwam ik dus ook voor het eerst achter op de Dutch YouTube Gathering van 2015 in mei. De Dutch YouTube Gathering van 2014 was voor mij gewoon een evenementje om naartoe te gaan. Ik was niet al te groot. Er kwamen wel een aantal mensen op me af. Ik had gewoon een gezellige dag. 2015 daarentegen was chaotisch. Chaotisch in de zin van, het was een verrassing om te zien hoeveel mensen eigenlijk ook voor mij kwamen. Zodra ik zeg maar van backstage gewoon de vloer opliep, werd ik eigenlijk gelijk omcirkeld door mensen, door jullie. En ik, eerlijk is eerlijk, daar mag ik gewoon eerlijk over zijn, ik kreeg er benauwd van. Ik kreeg er heel benauwd van. Ik zit echt van, waarom? Ik vind mezelf gewoon totaal niet interessant daarin. Dus, oh ja, daar heb je Don, weet je. Maar ik ga wel weer verder met mijn leven, zo een beetje. Maar blijkbaar denk ik iets anders over mezelf dan jullie over mij denken. Dus dat was wel een hele ervaring om mee te kunnen maken. Dat gewoon mensen zo hard je naam schreeuwen om uiteindelijk gewoon een glimps te kunnen opvangen, weet je. Dat is een absurde gedachte. Absurd. Daarnaast, in 2015 heb ik het gevoel over mezelf. Het geeft mij een voldoening als het ware. Ik heb gewoon zo'n beetje alles gegeven wat ik kon geven. Qua mentaal en fysiek. Om dus gewoon constant mijn video's op tijd af te hebben. En dus ook gewoon het naar mijn zin te hebben. En gewoon een leuk leven te leiden in 2015. Ik denk dat dat wel goed gelukt is voor mij. Ik bedoel, YouTube zelf is al een hele mooie mogelijkheid om te doen. Laat staan dat je ook nog met die mogelijkheid nog meer leuke dingen mag doen. Bijvoorbeeld werd ik twee keer naar Londen gestuurd. Ik werd naar Londen gestuurd. Ik werd gevraagd om naar Londen te komen om dus een spelletje te spelen. Dat is een hele absurde gedachte van alsjeblieft, kom hier naartoe. En hier, ga gewoon een spelletje spelen. In Londen, weet je. Ik was nog nooit in Londen geweest. Maar nu ik er ben geweest, ja, het is weer een hele ervaring rijker. En dan weet ik ook dus een beetje hoe ik daarmee moet omgaan, weet je. Dat is gewoon leuk. Ik bedoel, de laatste keer dat ik had gevlogen is jaren terug, weet je. En nu heb ik gewoon in twee keer in bewijzen van een maand tijd, moest ik gewoon even een heen en weertje naar Londen maken. En dat is gewoon heel leuk. Nou, dat zijn dan een beetje de positieve dingen van het hele YouTube ervaring gebeuren. Dan heb ik ook natuurlijk slechte dingen mogen ervaren, want ja, iedereen heeft zo zijn ups en downs. Wat betreft de slechte dingen, dat bedoel ik dus ook van daardoor heb ik mezelf leren kennen en dus gewoon met situaties leren omgaan. Ik dacht, ik ben best stressbestendig. Gedurende mijn schoolperiode dacht ik dat al. Gedurende gewoon mijn werkperiode dacht ik dat. Maar ik blijk minder stressbestendig te zijn dan dat ik uiteindelijk had verwacht. Ik dacht, ik ben een kalme jongen. Ik heb overzicht over de situatie. Dus er zal niks fout gaan. Na zo'n 2,5 jaar non-stop te hebben geüpload zonder pauze, geen enkele vakantie of wat dan ook, merkte ik toch wel dat het een beetje zijn tol begon op te eisen. En dit is een verhaal die ik eigenlijk vrijwel niemand heb verteld. Of tenminste, ja, mijn familie weet ervan, maar voor de rest vrijwel niemand. Ik zat op
2 december. 6:05 s'avonds. Ik weet het nog heel goed. Ik weet het nog op de dag van gisteren. Ik weet het nog hartstikke goed. Ik zat letterlijk op deze plek. Ik had net gegeten. En op een gegeven moment, ik kreeg een heel kramperig gevoel in mijn buik. Alsof gewoon mijn buik aan het verkleinen was, aan het inkrimpen als het ware. Het deed zeer. Dus ik denk, nou, ik heb lekker gegeten, weet je. Ik doe gewoon even riempje los, knoopje los. Misschien even wat meer ruimte nodig, om dat gewoon even wat meer lucht te geven. Nou, riempje los, knoopje los. Maar het gevoel ging niet weg. Ik denk, oh, dat is naar. Dus toen gooide ik het op een andere boeg. Oké, misschien moet ik wat meer op mijn ademhaling letten. Om die kramp, die pijn eventjes weg te halen. Dus ik ging heel diep inademen en rustig uitademen. Om dus gewoon tot rust te komen. Bleek ook niet te helpen. Oké, optie nummer 3. Nou, ik ga wel een beetje bewegen. Misschien dat helpt, weet je. Hielp wel een klein beetje. En tegelijkertijd ook op mijn ademhaling letten. Maar het ging nog steeds niet weg. En toen zat ik toch wel een beetje van... Fuck, wat zit hier? Wat gewoon dwars zit? Dus ik ging een beetje googlen. Werd er eigenlijk niet veel wijzer van. En toen kwam er eigenlijk een scenario in mijn hoofd van... Shit, misschien gaat het toch wel zo ver komen dat ik eventjes 112 moet bellen. Want het zat echt niet lekker. Ik kan het moeilijk beschrijven, maar het zat gewoon niet goed. Dus ik denk, oké, om even vals alarm te voorkomen... Ik bel gewoon eerst eventjes mijn vader op. Misschien dat hij een logisch antwoord voor mij heeft. Dus ik bel mijn vader op. Dus, hoi pap. Hey Don. Luister. Ik heb een beetje last van mijn buik. Hoe kan dat? Nou, dan kijk je natuurlijk eventjes bij wat je gegeten hebt op de houdbaarheidsdatum. Nou, dat was gewoon prima in orde. Dus daar kon het niet aan liggen. Dus op een gegeven moment, mijn vader zei van... Hey Don, misschien is het verstandig als je gewoon iets warms drinkt. Laten we zeggen thee. Dus ik zei, ah, thee. Dat is een goed idee. Ik liep al naar de waterkoker toe. En toen bood hij ook aan, zal ik anders eventjes langskomen? Het is eventjes rijden, maar ik kom wel langs. Dan moet je eventjes adres doormailen. Of door sms'en, sorry. Dus ik hang op en ik sta op het punt om zeg maar de waterkoker te vullen met water. En dus ook eventjes mijn adres door te sms'en naar mijn vader. Waarop ik opeens de controle verloor. Ken je dat tintelige gevoel als je bijvoorbeeld je hand slaapt of zo? Dan begint hij te tintelen. Dat had ik overal, gewoon letterlijk overal in mijn lichaam. En ik begon steeds sneller adem te halen. En er begonnen opeens tranen te vloeien. Ik begon opeens te huilen uit het niks. En ik begon te trillen op mijn benen. En ik zat zo trillend dat fucking adres door te sturen. En op een gegeven moment, ik moest me gewoon vasthouden aan mijn aanrecht. Want ik fucking verloor gewoon controle over de situatie. Wat bleek dus, ik kreeg een paniekaanval. Nog nooit in mijn 25-jarig bestaan heb ik een paniekaanval gehad. Ik kan je mededelen, het is een van de meest klote ervaringen die iemand ooit kan hebben. Ik was niet in controle over de situatie. Als ik ergens een hekel aan heb, is het niet controle hebben over de situatie. Dus op een gegeven moment, het duurde zo'n 5 minuutjes, 6 minuten die paniekaanval. Dus op een gegeven moment, het was voorbij. Ik denk, ik bel mijn vader weer op van ja, ik ben weer gekalmeerd, weet je. Nou, we komen als het goed is nog eventjes langs. Dus, hun kwamen hier naartoe rijden en ik ging even op internet kijken. En het bleek dus inderdaad een paniekaanval te zijn. Nou, dan was ik eigenlijk best wel benieuwd, hoe kan dat komen? Wat zijn de oorzaken daarvan waardoor dat uiteindelijk kan gebeuren? Nou, het bleek dus, tenminste dit is de voornamelijkste reden. Ik bedoel, ik ben zelf geen dokter, dus ik kan dat niet zelf vaststellen. Maar wat ik denk dat het was, stress. Het was stress. En toen leerde ik dus dat ik niet zo stressbestendig was zoals ik origineel over mezelf had gedacht. Want dit hele YouTube gebeuren, dat non-stop uploaden, video's maken, bewerken, uploaden, de thumbnails, uiteindelijk, dat is alleen het YouTube gebeuren, hè? Dat neemt al een scheidlading aan tijd. Maar ja, Gamenair is natuurlijk een bedrijf, ik moet natuurlijk ook mijn belasting betalen. Daarvoor moet administratie gedaan worden, daarvoor moet de belasting betaald worden. Dan heb ik ook nog een sociaal leven als Don zijnde, weet je. In plaats van alleen mijn bedrijf runnen en video's maken. Een sociaal leven moet bijgehouden worden, ik moet ook op mijn gezondheid letten. Noem maar op, weet je. En blijkbaar kan ik daar niet zo goed mee omgaan als ik had gedacht over mijzelf. Dus dat vond ik een heel goed leermoment. Dus toen ik die paniekaanval kreeg, leerde ik over mezelf. Ik moet wat meer tot rust zien te komen. Want qua werkmentaliteit blijk ik
Tenminste, blijk ik heel erg op mijn vader te letten. Mijn vader is... Je zou bijna zeggen, het is een werkverslaafde. Mijn vader had een tijd geleden, heb ik al eens een keer verteld in een video. Een tijd geleden had mijn vader zijn rug gebroken tijdens een motorongeluk. Nou, je kan zeker weten wel ervan uitgaan dat als je je rug breekt, dan zit je zeker minimaal een half jaar ben je dan uit de running. En wat doet die lul van mijn vader? Die heeft zo'n corset omgekregen om natuurlijk de rug recht te houden en te herstellen. Die staat gewoon met een paar maanden staat hij weer op de werkvloer, weet je. Dus ongeacht zijn gezondheid, hij gaat gewoon weer te werk. En dat is natuurlijk een hele foute mentaliteit. Maar daarentegen vind ik het ook een mentaliteit wat natuurlijk ook... Daar kijk je naar op van, holy shit, hij gaat gewoon weer, weet je. Zal iedereen hem afraden van, doe nou niet, blijf gewoon liggen. Nee, hij ging weer de hort op. En ik denk... Dat ik zelf ook zo een beetje ben. Dat ongeacht mijn gezondheid, dat ik toch door zal gaan. Want ja, ik heb de belofte gemaakt van, hey, het staat hier toevallig elke dag om 8 uur 's avonds een nieuwe video. Dan mag je ook best verwachten elke dag om 8 uur 's avonds een nieuwe video. Want waarom de fuck zou ik dat dan anders neerzetten, weet je? Dus conclusie is eigenlijk, Don, let meer op je gezondheid. Neem wat meer rust, et cetera. En blijf gewoon lol hebben in hetgene wat je doet. Want het punt is ook een beetje... Al, ik heb velen van jullie hiermee de haren ingestreken. Door series zoals The Hunger Games, zoals Rust, zoals Sims. Die series stop te zetten. Ook al ongeacht hun populariteit. Op een gegeven moment is een serie gewoon klaar. Ik bedoel, Sims, Rust... Weet je, dat heeft geen einde. Dat is een eindeloos dingetje. Dus op een gegeven moment, je kan wel verwachten dat er ooit een einde aan moet komen. Je kan niet verwachten dat ik tot mijn 80ste jaar nog steeds Sims ga spelen. Het is, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Neem als vergelijking de serie Breaking Bad. Dat is een serie die ik heb gevolgd. Is een waanzinnig verhaal. En na zo'n, ik geloof 5 of 6 seizoenen, maar het doet er eventjes niet toe. Laten we zeggen 6 seizoenen. Na 6 seizoenen is het gewoon af. En dan zie je niet nog een soort vervolg daarvan, weet je. Ja, dan kan je wel een spin-off maken zoals Better Call Saul. Maar dat is eigenlijk weer een compleet ander verhaal. Het zou dan een beetje stom zijn om zeg maar Breaking Bad door te zetten en dus eigenlijk door te forceren. Want dan kan het eigenlijk alleen nog maar slechter worden. Zo dacht ik dus ook over Rust, Sims, noem maar op, weet je, Hunger Games. Het kan eigenlijk vanaf dat punt kan het eigenlijk alleen nog maar slechter worden. Aangezien ik dan zo lang één spelletje heb gespeeld, dan heb ik eigenlijk wel zo'n beetje elk scenario heb ik al gehad. Ja, dan kan je nog bij cheaten, maar dat wil ik niet, want ik vind cheaten bij spelletjes, waarom de fuck zou ik dat doen? Dus daarom, ik bedoel, het punt wat ik eigenlijk hier probeer te maken, accepteer het feit dat ik van spelletjes wissel. Ik ben geen speler die jarenlang één game kan spelen. Dan moet er gewoon iets veranderen waardoor het voor mij ook vernieuwend blijft. Want dan kan ik weer vol enthousiast er tegenaan. Want anders krijg ik het gevoel dat ik met lood in mijn schoenen als het ware naar mijn werk toe ga. Dat is een algemene term. Ik wil niet met lood in mijn schoenen naar mijn werk toe gaan. Ik bedoel, uiteindelijk, ik heb dit GameNeer kanaal heb ik opgebouwd uit hetgene wat ik leuk vind om te doen. Dan lijkt mij het toch logisch dat als ik het leuk blijf vinden, dat het dan ook voor jullie leuk blijft vinden. Snap je? Dus als ik bijvoorbeeld The Sims niet meer leuk vind, en jullie wel, maar dan kan ik het toch niet doorzetten, want er is blijkbaar één van de twee personen is niet tevreden. Wat we moeten hebben, ik ben tevreden, jij bent tevreden. Win-win situatie. En niet, ik ben niet tevreden en jij zit hier. Ja, dan steek je eigenlijk gewoon de dikke middelvinger naar me op. Laat ik het zo zeggen, dat is gewoon niet de manier hoe ik mijn kanaal wil runnen. Ik bedoel, ik zit gewoon met de visie, als ik tevreden ben, dan ben jij vast ook tevreden. En als je niet tevreden bent, ja, jammer dan, weet je. Dan is het jammer. Dus dat was 2015, jongens. Wij gaan zien wat 2016 te brengen heeft. Ik zie jullie graag weer in het nieuwe jaar. Fijne jaarwisseling. Mogen al het goede tot je pad komen. Maar natuurlijk ook het slechte, want daar leer je van. En dan zie ik jullie volgend jaar weer. Doei doei!